Goedenavond, dames en heren. 17 mensen zijn om het leven gekomen bij een ernstig treinongeluk in Ierland. 40 mensen zijn met verwondingen in verschillende ziekenhuizen opgenomen. Het was een trein met vakantiegangers die van de hoofdstad Dublin onderweg was naar Cork aan de zuidkust van Ierland. Er zaten ongeveer 400 mensen in de verongelukte trein. Het kan zijn dat er nog meer slachtoffers in de wrakstukken worden gevonden. De oorzaak van het ongeluk is een verkeerde wisselstand waardoor de trein met 80 km per uur uit de rails liep. Dat gebeurde op 200 km ten zuidwesten van de Ierse hoofdstad bij een klein station dat al jaren niet meer in gebruik was. Volgens ooggetuigen waren wegwerkers aan de rails bezig toen het ongeluk gebeurde, maar een officiële bevestiging hiervan is er niet. Ex-keizerin Farah van Iran heeft vandaag het politieke testament van de onlangs overleden Shah gepubliceerd. Daarin zegt de Shah dat zijn oudste zoon, prins Reza, eens de pauwentroon zal moeten erven omdat niets en niemand de Iraanse beschaving teniet kan doen. De Shah zegt verder dat zijn stoffelijke resten eens begraven zullen moeten worden bij de muur waar onlangs een aantal Iraanse officieren werd terechtgesteld wegens een poging tot een staatsgreep tegen het regime van de Ayatollah Khomeini. Volgens inlichtingen van de ANWB kan het civiele proces rond de ramp van 11 juli 1978 op de Spaanse camping Los Alfaques wel 2 jaar gaan duren. In het strafrechtelijk proces is door de officier van justitie 23 miljoen gulden schadevergoeding voor de nabestaanden geëist, maar hun advocaten eisen nu 45 miljoen. De ramp werd veroorzaakt doordat een van de weg geraakte tankwagen ontplofte. Dat gebeurde vlakbij de camping Los Alfaques. Daarbij kwamen 150 mensen om het leven, waaronder 6 Nederlandse vakantiegangers. Het ziet er nu naar uit dat met de mondelinge behandeling van de civiele procedure in februari een begin kan worden gemaakt. Maar als na de uitspraak één van de partijen in hoger beroep zou gaan, dan zal een nieuwe behandeling zeker nog eens een jaar vergen. Er wordt al gesproken van een monsterproces. Intussen wordt niet verwacht dat de eis van 45 miljoen gulden zal worden ingewilligd, maar wel een bedrag dat hoger ligt dan de 23 miljoen van de officier van justitie. De West-Berlijnse politie heeft 2 Iraakse diplomaten, afkomstig uit Oost-Berlijn, na een wilde jacht aangehouden. De mannen waren van plan een aanslag te plegen op Koerdische studenten die in West-Berlijn vergaderden. Volgens de West-Berlijnse politie was ze getipt door Koerdische studenten die van de beraamde aanslag lucht hadden gekregen. Daarop wist de politie in de groep samenzwerers te infiltreren. Een koffer met springstof viel zo in handen van de politie. Een van de Irakezen probeerde nog te voet te ontsnappen, de andere joeg door de West-Berlijnse straten en beschadigde veel geparkeerde auto's. Uiteindelijk werden de 2 Iraakse diplomaten aangehouden. Met ingang van 5 oktober komt er op de televisie een nieuwsuitzending bij voor gehoorgestoorden. De 3 uitzendingen van het nieuws voor gehoorgestoorden zullen dan worden getoond op beide netten om 1 uur 's middags, 6:55 's avonds en een uitzending direct na het late NOS-journaal. Deze situatie blijft gehandhaafd totdat andere visuele media, zoals teletext, zover zijn dat de extra nieuwsuitzendingen voor gehoorgestoorden niet meer nodig zullen zijn. In de omgeving van Los Angeles in Californië is de eerste poging om een machine te laten vliegen op zonne-energie uitgesteld. Er was te veel zon. Latere pogingen hadden meer succes. De zonne-energie wordt opgevangen via zonnecellen die er elektriciteit van maken. Deze wordt toegeleverd aan een kleine elektromotor die de propeller aan het draaien brengt. Het apparaat waarmee dat allemaal gebeurt is de Gossamer Penguin, een gewijzigde versie van het toestel waarmee niet lang geleden met succes een kanaalvlucht werd gemaakt op spierkracht. In dit toestel hoeft de vlieger zich niet meer in te spannen, dankzij de zon. En dankzij universiteiten en industrieën die meewerken met specialistische kennis en met superlichte materialen. Het nieuwsoverzicht nu. Er zijn nu meer dan 250.000 werklozen in ons land. Dat is een naoorlogs record. De stijging van de werkloosheid is voornamelijk te wijten aan de slechte gang van zaken in de metaal en de bouw. In juli werden, gecorrigeerd voor het seizoen, door de arbeidsbureaus 250.900 mannen en vrouwen als werkloos geregistreerd. De FNV noemde vanavond in een eerste reactie de werkloosheidscijfers een dramatisch dieptepunt. Burgemeester Polak van Amsterdam zei vandaag dat de gekraakte panden aan de Prins Hendrikkade zonder meer zullen worden ontruimd.
Hij zei ook dat hij wel met de krakers wil praten, maar niet over het vonnis van de rechtbankpresident. Over de mogelijkheid om de panden te vorderen, zei Polak. Ja, wij achten het in een tijd van als deze onmogelijk dat flats als deze weer voor onbepaalde tijd na die ontruiming leeg zouden komen staan. Dat hebben wij aan de eigenaar-exploitant al in juni meegedeeld. Wij hebben gezegd, kijk eens, er zal wel het een en ander aan opgeknapt moeten worden. Na die periode moet u in een paar maanden tijd voor een reële bewoning zorgen. Daar willen wij bij helpen als dat nodig is. Lukt dat niet, dan zullen wij een vorderingsprocedure in moeten zetten om deze woonruimte voor urgent woningzoekenden beschikbaar te krijgen. In een reactie op de vorderingsplannen van de gemeente zeiden de krakers dat dit voor hen geen reden is tot vrijwillige ontruiming van de panden. Ze willen wel over de toekomst van de appartementen praten. De Zuid-Afrikaanse regering heeft harde maatregelen genomen in verband met de staking onder het zwarte gemeentepersoneel van Johannesburg. Stakingsleider en vakbondsman Joseph Mavi werd gearresteerd en 1200 stakers die weigerden naar het werk te gaan zijn ontslagen en naar twee thuislanden gedeporteerd. De staking zelf lijkt bijna voorbij te zijn. De meeste stakers zijn weer aan het werk gegaan onder druk van de regering die met ontslag en deportatie had gedreigd, een dreigement dat vandaag dus inderdaad ook is uitgevoerd. De staking van deze week kwam als een grote verrassing voor de blanke minderheid in Zuid-Afrika. Inzet was een loonsverhoging die het voor de zwarte werknemers in Johannesburg in elk geval mogelijk zou maken de belangrijkste levensbehoeften te betalen. De weersverwachting tot slot van het KNMI geldig tot morgenavond. Zonnige perioden en later op de dag mogelijk een regen- of onweersbui. Middagtemperaturen rond 27 graden, maar aan de kust bij wind van zee enkele graden lager. De weersvooruitzichten voor zondag en maandag zijn eerst enkele buien, later meer opklaringen en koeler. Dames en heren, goedenavond.